Mijn regenboog is het leren erkennen van mijn talent. En ontdekken wat mensen van mijn werk vinden. Ik vind het moeilijk om mezelf te laten zien. Maar uiteindelijk maakt me dat een betere ontwerper en teamgenoot. Ik wil even iets zeggen. Als het tegen zit, denk aan dierbare dingen. Je talent en je vrienden die er voor je zijn. Dus zet die bas maar hard! Yes! Het is 9 uur geweest. Waar blijven ze? Misschien vergeten? Wij vergeten nooit iets. Willen jullie nog met ons mee? Wie eerst? Wauw, kijk naar alle lagen. Hoeveel tijd heb je besteed aan het strijken? Oh, lang. Maar ik neem er graag alle tijd voor. De plooien doen me denken aan Chinese waaiers. Geweldig. Wauw. Amaya, je hebt mijn opmerkingen echt ter harte genomen. Vertel me erover. Ik zag inderdaad dat ik te snel had gewerkt. Dus ik gaf mezelf de tijd om het goed te doen. Ik heb zelf speciale glittergaren gebruikt dat ik vond bij de kringloopwinkel. De gouden accenten laten je vakmanschap letterlijk stralen. Weet je, het doet me denken aan de Japanse kunst van Kintsugi. Waar kunstenaars gebroken borden repareren door de barsten op te vullen met goud. Om ze te laten opvallen. Ja, dat was ook de bedoeling. Ik vond het ook gaaf om iets te gebruiken wat iemand anders misschien had weggegooid. Geweldig! En deze rok, het is kunst, het is mode, het is gewoon... Zo cool! Ja, wat zei zij? Attentie, Rainbow High! Holly en ik hebben een mededeling! Bewaard applaus voor later. Laurel en ik houden audities voor een nieuw stuk. Bedacht door ons. Geregisseerd door ons. En gespeeld door ons. Wij zijn 3 dubbele diva's. Je mag ook auditie doen als je geen acteerrichting volgt. En onze medehoofdrolspelers moeten kunnen schaatsen. Wij hebben straks echt nepijs als decor. Als eerste stuk ooit! En voor alle arme zielen die niet kunnen acteren, zijn er andere, kleine manieren om deel uit te maken van dit meesterwerk. Oh! Op wintervakantie bij de Sterrenzusjes Skihut wordt episch. Ruik je dat? Het ruikt hier naar coco. Chocomel coco. Ben jij het werkelijk? Ik geloof het bijna niet. Hey, wil je schaatsen? Ik sta er echt net op. Je bent nu al zeker 5 jaar vermist. Wat? Maar dat kan helemaal niet. Mijn schaatsen. Ze stoppen de tijd. Ik had ze nooit aan moeten nemen van die superknappe, maar beruchte tovenaressen. Misschien kan ik de vloek verbreken. Ik heb altijd van je gehouden. Echt waar? Ik hou namelijk ook van jou. Voor ons luxe spinnenweb hebben we een zeldzame stof uit Indonesië gevonden. Delicaat maar sterk, net als spinnenzijde. Wow! Heel soms kan de druk hier op school je laten voelen als een vlieg in de val van een spin. Maar verander je van perspectief, dan word je wellicht zelf de spin. En wordt deze enge val een wapen. Kan iemand me helpen? Ik heb 3 regels. Kom niet aan mijn vrienden, kom niet aan mijn kleren en niet surfen in het donker. Oh, en trouwens, ik heb gisteren een paar prachtige schelpen gevonden op het strand en... Dat is een strandwachtfluitje, Simone. Niet een of ander speeltje. We hebben iets belangrijks te vertellen. En heb je Fino mee uitgevraagd? Nee, we zijn nu zulke goede vrienden en ik weet niet goed... Of hij dat wel wil. Het zou toch zo romantisch zijn om je beste vriend te daten?
Die foto is goud waard door jullie gezichten. Rustig maar, dat feestje geeft me vast nog betere foto's. Eerst Hallie. Je bent een geweldige modeontwerper en zo'n trouwe vriend. En als strandwacht red je altijd de dag. Maar vergeet niet om tijd voor jezelf te nemen. Wees je eigen held. Hallo, eerstejaars. Ik ben Coco Vanderbalt. En go, go met Coco. Oké. Nee, ik zei alleen rood snoep in Blien's kleedkamer. Alleen rood. Rood, geen Bordeaux. Welkom bij mijn Run the Show workshop, waar we alle basisprincipes dekken. Mijn Rainbow Vision motto is ABN, altijd blijven netwerken. Als je niet minstens 15 nieuwe mensen per dag ontmoet, dan neem je het niet serieus genoeg. Begrepen? Gletsch, ik wil je niet opjagen, maar ik vroeg me af of je al hebt nagedacht over mijn aanbod. Dat heb ik, ja. En sorry, maar ik ben voor iemand anders gegaan. Ik heb een manager nodig die me echt naar de top kan brengen. En ik denk echt niet dat iemand van Rainbow High gaat zijn. Weet je, Neon Shadow heeft nog geen manager voor de band. En wij staan wel open om te werken met een Rainbow High student. Neon Shadow, jullie moeten op! Geen druk hoor. Kijk maar naar ons optreden en we praten later wel verder. Vision.